Met een zwakke op aan de buitenkant komt nu naar voren Jumila. Jumila maakt Driedik terrein goed en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. 14-9 de tussentijd. Mertens gaat nu ook weer versnellen. Mertens pakt weer een lengte. Aan de buitenkant gaat Jumila naar plaats 2. Probeert voorbij te gaan aan Hypnotic Smart. De laatste bocht is altijd een dingetje bij Hypnotic Smart. Dan moet je hem goed vasthouden. En we zijn precies halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Mertens. Anderhalve lengte voorsprong. Jumila op plaats 2. Derde aan de reling zijn dus Hypnotic Smart. Buitenkant komt Lexia Boko. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding is toch altijd voor Madness. Madness, daarachter zoeken deelnemers naar ruimte. Deelnemer die even van de reling afkwam was Hypnotic Smart. Daar komt aan de buitenkant naar voren Jumila. Aan de binnenkant Madness, aan de buitenkant Jumila. Ze gaan op weg naar de streep. Madness leidt nog altijd. Jumila probeert er overeen te komen. Op weg naar de streep is het Jumila aan de buitenkant. Net voor Madness en Lexia Boko. 14-7 voor de winnaar. En uitslag van koers 2 is inmiddels officieel winnaar zijn geworden. Paard nummer 2, Jumila, met leerlingpikeur Niels van der Tol. En ze wonnen in een kilometer tijd van 1.14.7. De bloemen zijn voor Niels, die inmiddels in het leerlingkampioenschap 3 overwinningen uit is gelopen. Niels, gefeliciteerd. Wat een heerlijk paard om te rijden. Zeker. En wat ze doet die laatste kilometer door het derde spoor. Ze heeft verschrikkelijk veel macht en ze drukt precies genoeg door. Laatste bocht Driedik. Op dat moment leek de koploper een stukje weg te lopen. Ja, daar was ik ook even bang voor, maar ik denk ik hou hem eventjes in de bocht goed bij me. En de bocht uit ging ze gewoon net zo sterk als op Emmeloord en ze vecht tot de finish. En superpaard. Superpaard, dat is ook buiten op de grasbaan en dat ook op Wolvenga gewoon kan. Zou ze van start af nog wat sneller kunnen worden in de toekomst? Dat denk ik wel, maar het ging nu echt extreem hard van start af. Dus ik denk, kies een beetje eieren voor mijn geld en ik neem de oude goed bij me. Want het is de eerste keer dat ik achter een paard zit. En nou, eigenlijk pakt het best wel goed uit zo. Perfect ingedeeld, gefeliciteerd. Dankjewel. Jumila, dames en heren, een 6-jarige bruine merrie van Broadway Fortuna uit Carolien Transair. Gefokt door Kees Hetteling, een eigendom van Dennis Minema. Trainer Bas Krebas en de rijder was Niels van der Tol. En ze wonnen hier in een kilometer tijd van 1.14.7. Tweede aankomende 6, Madness. Derde de 8, Lexia Boko. Vierde de 9, Hypnotic Smart. En vijfde was de 5, Lisa Alki. 2, 6, 8, 9, 5 is officieel in koers 2 de Loyaliteitstrophy. Niels van der Tol dus doet vandaag weer goede zaken in het leerlingkampioenschap. En hij verdient een applaus. Hij wint koers 2 met Jumila. Start valt. Bliksemstart aan de buitenkant van I Dream With You. Kooijman wilde de kop hebben en heeft hem ook te pakken. Buitenkant komt Lisa Alki naar voren. Driedik gaat de eerste bocht in Madness. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. I Dream With You leidt. Daarachter gaat inparkeren waarschijnlijk Lisa Alki. De buitenkant is onderweg naar voren Madness. Die moet daar zelfs Vierdik, maar dat maakt hem helemaal niks uit. Daar komt Madness al aan de buitenzijde. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzij in. I Dream With You wordt wat teruggenomen. Madness aan de buitenkant gaat hem nu voorbij. Daarachter ligt Lisa Alki in het eerste paard. Uit de en de buitenkant nummer is Karin. 1, galop nummer 1. Nou, Rosa Hazelaar eruit, komt de opening aan. Dat is een vlotte. 1-10-7. Mertens leidt, dan I Dream With You. Daarachter op plaats 3 Lisa Alki. Vierde plaats is voor Karin. Vijfde plaats Dream Burgerij. De binnendoor komt een kanarie aangevlogen. En die kanarie die daar terrein goed maakt op dit moment is Lexia Boko. Ging daar binnendoor voorbij aan Jumila. De hekkensluiter op dit moment is Hypnotic Smart. Paarden ronden de bocht. Danny Brouwer leidt in de witte kleuren met Madness.
Kooijman kijkt achterom en ziet aan de buitenkant één deelnemer iets naar voren schuiven. Dat is Dream Burgerrijden. Als hij nog een keer kijkt, ziet hij ook een gouden helm in het derde spoor. Maar daar komt Hypnotic Smart ook al aan. Hij kijkt nog een keer en hij ziet hem. Paarden komen voor de tribune langs en het is Madness die leidt. Madness, tweede tussentijd 18,5. Eerste kilometer gaat 15. En ze gaan de laatste kilometer nu in. Madness, daarachter op de tweede plaats Hypnotic Smart. Derde aan de relingszijde is Kooijman, die daar van start af gelijk al goed bij lag met I Dream With You. Buitenkant daarnaast Dream Burgerrijden. Daarachter aan de relingszijde, vierde nu, is Lisa Alki. Daarachter ook aan de relingszijde Karin. Tweede spoor onderweg Jumila. En ook naar het tweede spoor gegaan is Lexia Boko. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En daar lijkt Jaap van Rijn de handen vol te hebben achter Hypnotic Smart. Zet druk bij Madness en Madness vangt hem op. Aan de buitenkant komt nu naar voren Jumila. Jumila maakt drie dik terrein goed en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. 14-9 de tussentijd. Madness gaat nu ook weer versnellen. Madness pakt weer een lengte. Aan de buitenkant gaat Jumila naar plaats 2. Probeert voorbij te gaan aan Hypnotic Smart. De laatste bocht is altijd een dingetje bij Hypnotic Smart. Dan moet je hem goed vasthouden. En we zijn precies halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Madness. Anderhalve lengte voorsprong. Jumila op plaats 2. Derde aan de relingzijde is Hypnotic Smart. Buitenkant komt Lexia Boko. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding is toch altijd voor Madness. Madness, daarachter zoeken deelnemers naar ruimte. Deelnemer die even van de reling afkwam was Hypnotic Smart. Daar komt aan de buitenkant naar voren Jumila. Aan de binnenkant Madness, aan de buitenkant Jumila. Ze gaan op weg naar de streep. Madness leidt nog altijd. Jumila probeert er overeen te komen. Op weg naar de streep is het Jumila aan de buitenkant. Net voor Madness en Lexia Boko. 14-7 voor de winnaar.